gedachte die erachter zit is een stukje duurzaamheid. We willen af van de gas en van de kolen. We gaan steeds meer gebruik maken van windenergie en van zonne-energie. En van daaruit is deze nieuwe installatie benodigd. Ze zijn helemaal verpakt in de folie, dus het is nu een beetje geheimzinnig. Maar dat is het niet, omdat het zijn feitelijk twee binneninstallaties. En die kunnen niet zo goed tegen water. Dus vandaar ja, even deze oplossing, helemaal verpakt in folie. En op die manier ja, kunnen ze heel eventjes buiten staan. En als het regent, ja, dan is het niet zo erg. Het is werk op een postzegel. In de grond krielt het van de kabels en leidingen. Die gewoon ja, onder spanning staan. 150 kV. Dus ja, het is wel degelijk precisiewerk. Want als je een van die kabels raakt, ja, dan heb je gewoon te maken met een serieus incident. En dat wil je echt ten alle tijde zien te voorkomen. De traditionele methode is dat als er een storing is, komt men met het busje naar de plek van waar de storing is. De nieuwe methode is dat we data gestuurd, dus op afstand, kunnen inzien waar de storing zit en mogelijk ook op afstand kunnen verhelpen.